Welkom iedereen, een nieuwe aflevering van Spyro 2 Riptos Rage. Vandaag gaan we eindelijk naar de herfstwoud. Autumn Plains gaan wij langs. Dat is geen vlakte, dat is een herfstvlakte. I know. Dus voornamelijk bij die meid die weer fucking in idioot is en niet echt oplet van wat de namen correct zijn van de werelden. Maar zo let ik daar, ja, yeah, I know. Lezen is niet mijn sterkste punt. Daarom ben ik ook altijd blij dat mensen mijn dingen lezen. Huppakee, en dit is wat ik nou laatst bedoelde met het is echt onzinnig hoe groot het kasteel is en hoeveel kleine... Hoe zou ik het zeggen, secrets hier zijn. Want deze mis je heel snel. Maar je zou kunnen zeggen van oké, het zijn stenen... constructies of een kapotte muur, waardoor het lijkt alsof het een secret kan zijn. Dus op zich, ver en af. Maar het kan ook zijn van, het lijkt zo, het hoort zo. En dit is ook een van de redenen waarom ik geen grote fan ben van de introductie van muntjes in deze game. Omdat jij iedere keer muntjes geld moet betalen, heb je geen idee hoe ver of hoeveel... dingen jij nog moet verzamelen. En je zou kunnen zeggen, maar je hebt dat gidsboek. Je kan precies zien wat je mist. Klopt. Alleen, dat is alleen het gidsboek. Normaliter als je zegt van, oké, ik zit op 200 van de 300. Of 200 en ik ben op de helft van het level. Dan weet je dat er nog veel meer zijn. Met deze zit ik al heel snel van, oké, ik heb geen idee hoeveel ik er nog moet. Ik heb nu wel alle bollen verzameld en daar ben ik altijd heel blij om. En deze misten we nog. En die misten we nog. Ja, Sparks, waar moeten we naartoe? Recht door zee. Oké, waar is die? Oké, daar. Oké, 1100. Ik ben tenminste wel blij dat als je aan muntjes betalen, dat muntjes vraagt om volledige getallen. Want ik ben heel eerlijk, als hij gaat vragen om, ja ik wil 37 gems, dan had ik ook tegen hem gezegd, fuck off. Maar ja, vandaag zijn wij in Crystal Glacier. In oorspronkelijke vond ik hem iets mooier, maar dat komt omdat er wat meer kleur in zat. De Reignited is echt wel meer logischer qua layout, waarin het daadwerkelijk ook een ijs... glacier gezien kan worden. En de bewoners zien er ook meer uit als mensen en niet als fucking trollen. Wil ook wel eens helpen. Kijk. Ik weet dat ik toch iedere keer afvraag van oké, wat heb je? Maar volgens mij is... Jezus. Shamaan is met een J... Ja, shaman is met een J. Fucking Shaman King heeft tegen mij gelogen. Ik dacht dat shaman, of ja, shaman, met een H was en niet met een fucking J. Maar shamanisme is met een J. Kijk, dat een tweede A is, oké, prima, dat is Nederlands. Maar ik ben niet echt verpleegd. Door perplex dat shaman met een J is. Want iedere keer wanneer je een shaman ziet, het zij in films, cartoons of wat dan ook, denk je het begint met een fucking H. Dat is heel raar, dat is echt heel raar. Toch even, shamanisme komt van het Tungolzisische Saman. En sab betekent weten en shaman is letterlijk iemand die weet. Hey shaman, je weet iets. En het Tungolzische talen komen oorspronkelijk uit Oost-Siberië en Mantessorije. Wat oorspronkelijk een gebied was op zichzelf, maar nu onder... Door iemand wordt... overheerst. Volgens mij is het gewoon een provincie. Ja, het is gewoon weer door China overgenomen.
echt China begin je ook echt af te vragen van, hey China, wil je alsjeblieft een keer de landen met rust laten? Op zich geinig, want de cultuur daar is deels Turks en Mongools. Ja, het Turkse Rijk, hè. Het zorgt even voor dat... Oh nee, het Ottomaanse Rijk, laten we dan wel correct zeggen. Ja, dat gaat al hard ver. Maar ja, Crystal Glacier. Je hebt twee dingen eigenlijk hier. Eén is... versla alle draklets. Draklets zijn eigenlijk gewoon kleine spinnetjes. Die je in deze hebt. En de andere is... Ga op zoek naar George. Het sneeuwleipaard. Ik ben heel blij dat hij George heet en niet Tai Long. Want ja, dan ga ik me ook echt afvragen van... Oké, jongens, hou dat sneeuwleipaard maar. Want ik ga niet Tai Long ophalen. Die breekt zo mijn rug, denk ik. Want fuck dat. Nou, wat voor de rest. Crystal Glacier heeft Chief Tuk, Tik en Tok. De Chief Shaman, de Shaman en... Het zijn shamans. Ik vind het een beetje raar dat... Eskimo is geen racistische term of slang, dus... Dat is op zich raar. Dan heb je George en Moneybags en heb je Ice Builders. De Witchy, Mankey, Clutchy, Iggy en Oggy. Nou, we hebben tenminste de Shaman bevrijd. Dus daar ben ik heel blij om. Ja, dat laat ik ook gewoon zien. De levels op zichzelf stellen niet zo heel veel voor. Meerdere van de levels heb jij eigenlijk het doel bereikt van het level voordat jij... Alle gems en orbs hebben verzameld. Oh, hadden ze me niet kunnen bevrijden zonder een loodzware sneeuwbal op mijn hoofd te rollen? Tik. Ik denk niet dat jouw dingen heel erg blij ermee zijn. Oké, we hebben nu een talisman. Hartstikke mooi. Nou, een paar dingen over Crystal Glaciers. Crystal Glaciers is gepaard met Skellos Badlands. Heeft ook hetzelfde soort mensen, alleen de kledingdracht is anders. Omdat de ene in de kou is en de andere in de hitte is. Lijkt maar wie dus. Daarnaast, de oorspronkelijke naam voor deze wereld was Skellos Glaciers. Opnieuw, omdat er weer verwijzing is naar andere characters. Die gedeeld worden over twee levels. Dus het zou op zich hebben gekund dat of dit gezamen werd gevoegd tot één level. Dat je een ijs- en lava-stuk had in één wereld. Nou ja, dat clasht behoorlijk. Dus dat daarna hebben we gesplit. En toen hadden we gezegd van, weet je wat? De naming theme die we gebruiken is Skellos. Nou. Voor de rest. De eerste Ice Builder noemt ook Colossus. In Colossus Valley. Omdat de hockey daar eigenlijk oorspronkelijk vandaan komt. Dus de Colossus hockey wedstrijd. Hey, op die manier. Nou, de muziek in de cutscenes is anders dan de muziek in de levels actual theme. Ondertussen zet ik de speedknoppen er even flink op, want het is ten eerste hard nodig. En ten tweede, je gaat heel veel fouten hier maken. Deze realm heeft ook de meeste enemies in de game. 38 enemies. En dan zou je denken van, oké, maar waar komen die 38 vandaan? En het zijn voornamelijk die draklets. Die daarvoor zorgen. Nou... De closing scene, dus de ending scene, is eigenlijk een vlag die geplant wordt door een van de snuggere mensen hier. Wat eigenlijk een reference is naar een Nork die de vlag plant in de oorspronkelijke Spyro game. Want onthoud, Spyro 1 begon eigenlijk als grap van, hey, we zetten de vlag neer en dan haalt Spyro de Nork neer. Nou, dit stuk is best ruk, om één simpele reden. Je moet alle enemies killen in één keer. Anders respawnen ze. En er blijven rondjes vliegen. En daar word je niet vrolijk van.
En we hebben level 100% voltooid, dus jullie kunnen allemaal de pleuris krijgen. Ja, dat is het enige nadeel van de vlieg power-up. Je gaat niet hoger dan je oorspronkelijke jump. Dus op het moment dat jij jumpt, hoger dan dat kom je niet. Nou, de enige reden waarom ik daar nog aan het handelen ben en niet gewoon level aan het verlaten ben, ik wilde graag via de poort. Maar het mooiste aan de poort is dat jij ook een mooie ending cutscene krijgt. Nou, en de daadwerkelijke reden is, je krijgt de fade-out. En dan zie je ook gewoon de vlag van, fuck jou jongens. Ja, meneer, ik denk dat uw volgelingen niet helemaal snuggen zijn. Zie je wat ik bedoel? Dit zijn exact dezelfde mensen, of qua design. Ook dezelfde enemies, want dit keer zijn het lava enemies in plaats van ijs enemies. Ja, op zich, dat is het leukste. Dat is een typisch cartoon ding. De wetten der natuur zijn pas van toepassing wanneer jij het in de gaten hebt dat ze niet van toepassing zijn. En deze geeft eigenlijk een spin aan door te zeggen, fuck it, we tillen hem op. Nee, hier hebben we de Skellos Badlands. Oorspronkelijk een level gemaakt van gem, nu een level gemaakt van lava. Nou, om te beginnen, wat leuke trivia. Oorspronkelijk zou deze dus geplaatst zijn met Crystal Glacier, wat ik dus net heb gezegd. In hetzelfde geval dus met Colossus en Idle Springs, Sunny Beach met Aqua Towers, Breeze Harbor en Zephyr, Fracture Hills met Magma Cone, Scorch met Shady Oasis, Mystic Marsh met Cloud Temples en Robotica Farms met Metropolis. Want als je puur kijkt naar alle levels die erin zitten in Spyro 2, het zijn er een stuk meer in vergelijking met Spyro 1. Want als je puur naar kijkt, want we vergelijken dit even nu met Peacekeepers, omdat dit ook technisch gezien de Tweede Wereldoorlog is. Peacekeepers had Dry Canyon, Clifftown, Ice Cavern, Dr. Champ en Night Flight. Ja? In Ripto's Rage heb jij naar verhouding 11 levels. Skellos Badlands, Crystal Glacier, Breeze Harbor, Zephyr, Scorch, Fracture Hills, Magma Cone, Shady Oasis, Metro Speedway, Icy Speedway en Gulp's Overlook. 3 levels meer in vergelijking met Summer Forest. En ja, je gaat dan toch afvragen van oké, wat was dan eigenlijk het idee erachter? Want Spyro 1, je had in totaal 5 werelden, Artisans, Peacekeepers, Magic Crafters, Beastmakers, Dreamweavers en Nasty's World. 6. En iedere wereld, met uitzondering van Norg's wereld, had 6 levels. 1 flight level, 1 boss level en 4... En ja, sorry, dat is altijd het mooiste. Record nooit voor 7 uur, want je krijgt altijd mails van mensen die niet in jouw timezone werken. Dat is altijd zo leuk. Maar ja, nee, wat je algemeen had, dat je had 4 levels en waarvan dan nog 2 extra levels had, met 1 boss level en 1 flight level. Dus 6 levels in totaal. Spyro 2 na verhouding is wat raarder verdeeld. Wat je hebt is, je hebt 8 levels in Summer Forest, waarvan 1 een race level is, 1 een boss level en de rest allemaal normale levels zijn. Dus 6 levels. De herfstvlakte die 11 levels heeft, waarvan 8 normale levels, 2 race levels, 1 boss level. En heb je Winter Tundra die eigenlijk een beetje de standaard Spyro hoeveelheid heeft, waarvan jij 4 levels hebt, 1 race level en 1 boss level. En dan heb je nog een Dragon Shores. Maar dat kan je vergelijken met Nasty's World, waarin het voornamelijk niet echt een wereld meer is op zichzelf. Maar waar de
Nee, een bepaalde gimmick heb die ik kan doen. Want de levels van Nasty's World waren ook op zich wel te doen. Maar waren niet echt meer levels op zichzelf, waren meer gewoon gimmicks. Dus als je dan over nadenkt, heb je echt bar weinig levels. Want een hele simpele berekening kan zijn, je hebt 20 levels om te doen eigenlijk. Je hebt voordat je naar Nasty's World gaat. En dan in totaal heb jij, als wij Nasty's loot mee mogen rekenen, heb je 23 levels in totaal. Spyro 2 daarentegen heeft eigenlijk naar verhouding maar 18 levels. Toegegeven, je kan bij wijze van spreken nog het argument geven dat Spyro 2 wat extra levels heeft in verhouding met de race levels. Maar het komt meer alleen maar omdat je geen lente level hebt. Want de Autumn Plains, de herfstvlakte, heeft 2 speedway levels. En je zou kunnen zeggen van oké, dat is dan niet zo heel gek. Je hebt 2 speedway levels op een in een wereld. Nou, in de oorspronkelijke game had je dat niet. Je kan het argument geven dat Nork Next, nee, niet Nork Nexus, maar Nasty's Loot een vlieglevel was. Maar daar ga je ook niet dingen neerhalen. Dus argumenten houdt niet heel erg goed water. Dus als je erover nakijkt, ja, het is best wel raar. Nou, ondertussen hebben we Skellos Badlands voor een groot deel al gehad. Dus we beginnen weer met de speed-up. De challenges in Skellos Badlands zijn als volgt. Je hebt de Orb Challenge met Lava Lizards. Die eigenlijk we zo meteen pas gaan doen. Maar degene die we nou eens doen is de Dem Bones. Waar de gang met deze is dat jij alle botten van zijn vriend moet gaan fixen. Zodat hij zijn dansje kan gaan doen. Nou, ondertussen hebben we ook hier de mooie katten die we neer hier moeten halen. Want we willen graag wel eens de Stuffy hebben. Nou, je hebt hier ook nog de rare mechanic van, ik weet niet wat de goede naam voor deze is, maar de potten. De potten zijn hier raaks ze achter elkaar in sequentie. En dan kan jij daadwerkelijk jouw dingen gaan doen. Wat bedoel je daarmee? Na het eind van de rit krijgen we wat extra gems. En dan ben ik dood. Ja, je zou denken van, oh, dit is een redelijk makkelijk te doen. Valt vies tegen. Want het zijn van die hele kleine jumps. Over het algemeen, Spyro kan heel goed werken in platformers. Maar wanneer het gaat om hele smalle platforms, ja, hij is niet helemaal daarvoor gebouwd. Je mist wat controle in dat stuk. We hebben er 5. Nog 3 te gaan. 6. Nou, en ik vind Skellos Badlands als level vind ik hem op zich prima. Want aan het eind van de rit, het is geen groot level. De enige reden waarom het groot is omdat jij redelijk veel dingen moet gaan onderzoeken. Want uiteindelijk loop je alles weer opnieuw door. Je loopt eigenlijk het hele level weer opnieuw door. Ten eerste voor die rare orb die we hier hebben. Of deze rare pot. Het vinden van alle botten van onze grote vriend hier. En deels om even een enemy te helpen met de Fire Lizards. Kijk, en de enige reden waarom ik zou kunnen begrijpen waarom hij de talisman heeft, ten eerste dat is niet de dans, zijn normale dans is veel beter, is dat een vee hem gaf. Dus de vee gaf hem die orb ter bescherming van Ripto. Dat kan ik begrijpen. Niet van, ja, ik ben Hunter. Ik neem zelf deze dingen in beslag. Alleen, ja, ik ben een asshole. Nou, deze is nog redelijk makkelijk. In de oorspronkelijke game was dit al annoying.
Na een paar pogingen lukt het op zich wel. De tweede daarentegen is heel kut, want je moet de volgorde goed uit je kop kennen. En volgens mij lopen ze iets langzamer dan in deze, in de oudere versie. Kan aan mij liggen, maar voor mijn gevoel was dit een stuk makkelijker dan oorspronkelijk. In oorspronkelijk was het al heel snel van oh jongens, plus. Laat mij nou dat ding halen. Nou, ondertussen ben ik weer op zoek naar de laatste fucking gems. Zoals gewoonlijk. Want voor mijn gevoel mis ik letterlijk maar één. Sparks, waar moeten we naartoe? Is daar binnen Sparks? Yep. En dat is 400. Level 100% voltooid. Hetzelfde geldt voor deze video. Dus mensen, ik bedank je voor het kijken. Hoop jullie genoten hebben. En ik zie jullie de volgende keer weer in een nieuwe aflevering van Spyro 2 Riptos Rage. Tot later.